de componist die inmiddels naast me zit, Mark van Platen. Hartelijk welkom. Dank je, Mark. En dit was goed in de tijd voor een gouden kalf, hè? Toen die... Dit weet ik niet. Ja, dit heb ik in ieder geval wel gekregen. Het was geloof ik mijn beurt om hem te krijgen. Werkt dat zo in de Nederlandse filmindustrie? Volgens mij wel. Want je had natuurlijk al meer films gemaakt toen in de tijd met André van Buren. Ja. En deze viel dan in de prijzen. Dus dat was gewoon een... Word je er ooit nog op aangesproken? Op die film en op de muziek? Zelden. Nee. Nee, eigenlijk niet. Ja. Het kalf staat op mijn bureau te roesten. Oké. Okay. Dus zo goud is het dan ook weer niet? Nee joh. Nee. Goud roest niet, heb ik voor me laten vertellen in ieder geval. Maar goed, jij weet dat beter dan ik. Vanavond gaan we een hele andere kant van jouw oeuvre beluisteren. Een stuk dat, ik noemde net de titel al, C'est déjà du passé. Dat op tekst is van een Roemeens-Franse filosoof, Emile Cioran. Of Cioran? Cioran. Ja. Ja. En dat is een filosoof die je al eerder hebt gebruikt, ook bij een stuk wat je had geschreven, aanvankelijk voor Venus. Wie was die Cioran? Cioran is iemand die op zijn 20e, hij was zoon van een priester en is vanuit Roemenië op zijn 20e of 25e met de fiets naar Frankrijk vertrokken. Heeft daar rondgefietst, heeft de nachten doorgebracht op graven, al rokend, om daarna ook in dit boek te zeggen dat hij eraan terugdenkt als aan zijn meest actieve periode. Ja, het is een wonderlijke figuur. Er is mij geen schrijver bekend die zo diep boort in de menselijke onvolkomenheden en de meest ellendige krochten van de menselijke ziel. En dat op een manier doet die zo indringend is en zo sluitend dat, en dat is bij mij nog een neveneffect, dat ik regelmatig ook in lachen uit moet barsten. Het is zo uitzichtloos. Het is zo uitzichtloos dat je niks anders redt. Dat niks anders redt dan af en toe maar of in huilen of in gelach uit te barsten. Maar het is ook zeer geestig. Mm-hmm. Hij schijnt ook een zeer aangenaam gezelschap te zijn geweest. Als je het leest zou je zeggen, ja, je moet je van kant maken. Maar hij schrijft zelf, dat is altijd te laat als je dat doet. Dus het heeft geen zin. Een van de, en hoe zit dat als je dat toespitst op het stuk van vanavond? Wat is de kern eigenlijk van deze tekst? Nou, het beste kan ik dat illustreren met een ander fragment uit hetzelfde boek, De L'Inconvénient d'être né. Even kijken, dat staat op bladzijde 142. Even koekeloeren. Ja, het ongemak van geboren zijn, hè? Is dat als je dat een beetje Nederlands vertaalt? Ja, ja. En nou, de inhoud van het stuk van vanavond geeft hij zelf het beste weer. En weer een ander stuk uit het boek. Dit is dan een soort exclamatie van hem. Het zijn bijna allemaal exclamaties en soms zijn het wat meer essay-achtige stukken. Hier zegt hij, dit ogenblik nu nog van mij, vliet al heen. Ontsnap mij, is alweer verzwolgen. Zal ik mij met het volgende inlaten? Ik besluit ertoe. Het is er. Het behoort mij toe en het is alweer ver weg. Van de ochtend tot de avond verleden fabriceren. De panische beleving van de tijd. Het is weg voor je het weet. Sterker nog, het heden bestaat eigenlijk niet. Niet. Nee. Ja. Dat is mooi. Muziek gaat natuurlijk om tijd en tijdsbeleving. Ja. Dan krijg je een opdracht om een stuk voor het Grote Omroepkoor te schrijven. Zitten daar nog bepaalde concrete instructies aan die je dan bij zo'n opdracht meekrijgt? Nee, helemaal niet. Ik wist wel dat het thema, dat het een Franstalig programma zou zijn met allemaal Franse componisten, behalve mijzelf dan. En dat het thema liefde was. En ik weet niet hoe dat je Cioran in het thema liefde zou moeten, dat je dat zou moeten duiden. Maar als je deernis met de mensheid ook als een vorm van liefde ziet, dan zitten we goed. Deernis. Ja. Want zo beschouw jij zijn... Je zou kunnen zeggen, toch met liefde voor de mensheid heeft hij dit opgeschreven. Hoe zwartgallig ook.
En hoe weinig openingen die eigenlijk ziet en hoeveel mogelijkheden. Dus hij wordt inderdaad als nihilist, als defaitist. Ja. En wel in een mate waarin met terugwerkende kracht figuren als Nietzsche en Schopenhauer gewoon slagerzangers zijn. De vrolijke jongens. Opgewekte, ja. Operette. Jij ziet er van tijd in tijd in ieder geval de lichtpunten van, of laat ik het anders formuleren. Het werkt af en toe op jou bevrijdend. Ja. Geldt dat ook voor de... Is dat dan ook de kant die je met je muziek opgaat? Of hoe... Ja, dat staat er betrekkelijk los van. Ik hou al van muziek die los staat van de tekst. Het zijn eigenlijk twee fenomenen die tegelijkertijd de ruimte vullen. Een soort contrapunt. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Ik ben wel uitgegaan van iets van 7 diatonische en 1 chromatisch akkoord. Dat behelst de eerste 2 maten. En dat is dan leverancier voor eigenlijk de rest van het stuk. En een voortdurend krimpen en uitzetten is aan de orde. Dus het begint met 1 toon die uitwaaiert na 7 akkoorden tot het 8-stemmige akkoord. En dat proces van uitzetten in het begin wordt ook tot krimpen. En die processen worden voortdurend onderbroken door wat Reven zou noemen zinloze feiten. Hij heeft het dan over zijn romankunst, waarin voortdurend zinloze feiten optreden als stoorzenders eigenlijk. Hè? Die als zijn, stoorzenders, ja. Ik ben dol op stoorzenders. Spaken in het wiel. Beethoven 8, dat begin. Al heel gauw dat het gewoon stopt. Hij is even op gang. En En dat spaken in het wiel is eigenlijk ook, daar komen we inderdaad dan denk ik bij Sioran terug. Ja, die steekt eigenlijk de menselijke psyche voortdurend in spaak in het wiel. Zeg ik iets zinnigs? Ik geloof zeker dat we in ieder geval met dat spel in ieder geval iets aan kunnen. Want dat is het, als ik dat goed zie. Ja. Ik weet niet inderdaad of dat direct op het eerste gehoor mee te krijgen is. Maar ik denk dat een hele goede insteek... Perfect. Dan gaan we daarop concentreren. Ja. Ik dank jou heel erg hartelijk voor je toelichting. Graag van Platen. Ja. En wij gaan zo meteen genieten van de wereldpremière van C'est déjà du passé. Compositie geschreven in opdracht van het Avatros Vrijdagconcert, speciaal voor het Groot Omroepkoor. Compositie van Mark van Platen, Nederlands componist, die we aan het begin van de uitzending even hier hadden om zijn werk te introduceren. Gebaseerd dus op een tekst van Sioran, Romeins-Franse filosoof. Over de fundamentele onmogelijkheid om in het heden te leven. Eigenlijk maakt het niet zo gek veel uit wat een mens doet. Voor je het weet is het alweer voorbij. Er worden 2 lessenaars gezet voor 2 baritons volgens mij. Die zometeen ook een redelijk solistische rol gaan vertolken. Een tekst reciteren. Daar is Gijs Leenaerts. We gaan luisteren naar die wereldpremière van het stuk van Mark van Platen. C'est déjà du passé. Thank you.
déjà du passé. Est-il de tout ce Jamais de présent. Tu es de présent.
Groots onderkoor onder leiding van Gijs Leenaars met de wereldpremière van C'est déjà du passé van Marc van Platen. Speciaal gecomponeerd voor het Groot onderkoor. Componist stond het podium op, wordt omhelst door de dirigent en de componist dankt de twee baritonsolisten Ludovic Provost en Lars Terré. Die razend lastige, net iets te hoge noot al heen en weer elke keer moesten overnemen op het reciteren. Niet te hoog voor de zangers natuurlijk, maar wel net te hoog lijkt me als wenselijk voor een zanger. Op basis van de tekst van Emile Cioran. En het is nu pauze, moet u toch, kent u de filosoof niet, moet u toch eventjes de computer erbij pakken en iets meer over hem lezen. Het is een bijzondere, interessante, gitzwarte filosoof. En toch kon Marc van Platen daar af en toe bevrijdend om lachen. Cioran, schrijf je C-I-O-R-A-N, dan vindt u hem vanzelf.